De stuwende kracht achter stichting Uno Peking, directeur Susanne Dekkers, vertrekt. De familie Dekkers begon de sociale werkplaats die arbeid en dagopvang biedt aan 25 mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dekkers zegt dat de stichting in een lokaal van een school begon met haar werkzaamheden. Toen werd deze locatie gebouwd, inmiddels zo'n 12 jaar geleden. Is het hier deze locatie opgezet, eerst als een hele grote open ruimte. En langzaamaan zijn deze kantoortjes en de bergzolder en later ook weer de fietsenafdeling erbij gekomen. In 2008 ben ik erbij gekomen. Dus het is een hele ontwikkeling geweest door de jaren heen. Het is dus begonnen met, wat ik zei, schoolmeubilair, het opknappen van oud schoolmeubilair, inrichten van de bibliotheken. En later, toen ik erbij was, ben ik begonnen met kinderactiviteiten. Dus vanuit die bibliotheken werden taal- en leesbevorderingsactiviteiten gedaan op de scholen. Toen merkten we, nou, schoolmeubilair maken is leuk, maar niet iedereen vindt dat leuk. Dus toen zijn we begonnen met de fietsenafdeling. Er is een reparatie van fietsen bijgekomen en de verkoop van de fietsen. Toen werden daar losse lessen verzorgd voor leerlingen van het VSO, voortgezet speciaal onderwijs. Deze leerlingen hadden weinig andere kansen om echt praktisch bezig te zijn. En wij boden dat hier toen aan bij de lessen op de fietsenafdeling. Maar toen merkten we weer iets anders. Dat voor die leerlingen van het VSO na hun school eigenlijk geen plek was. Ze hadden geen andere job om naartoe te gaan. Ze konden eigenlijk moeilijk iets anders vinden. Dus toen zijn we weer begonnen met de dagopvang. Dekkers, die 12 jaren de leiding had over de stichting, gaat terug naar Nederland. Daar zal ze het voorzitterschap dragen van de stichting Uno Peking Nederland, waarmee ze toch betrokken blijft bij de stichting hier in Suriname. Ook weer met de fondsenwerving en met de PR-activiteiten die we dan in Nederland uitvoeren. Dus ik laat het niet los. Voor de nieuwe directeur heb ik als boodschap dat ze vol moet houden. Het zal best moeilijk zijn, zeker in het begin even, maar daar moeten we gewoon samen doorheen en zij moet zich daar lekker voor inzetten en dan uiteindelijk gaat ze daar de vruchten van plukken. Alles Susanne Dekkers, de directeur van Stichting Uno Peking, die na 12 jaar vertrekt naar Nederland. Bij deze gelegenheid zijn er 3 schilderijen onthuld. De leiding van de stichting wordt overgenomen door Yavanna Kom.